Het is maandag 7 december. Dit is een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal, het programma van het ministerie van Volksgezondheid. En met de verdere openstelling van het luchtruim is het aantal personen in quarantaine de voorbije weken flink opgelopen. En dit beeld zullen we de komende tijd nog wel blijven hebben, ook al is de quarantaineperiode op advies van de Center for Disease Control in Amerika teruggebracht van 10 naar 7 dagen. Minister Umar Ramadan van Volksgezondheid vertelt aan het COVID-19-journaal waarom er steeds moet worden bijgestuurd en waarom de verkorting van de quarantainetijd naar 7 dagen veilig genoeg is. Het geringe aantal importgevallen heeft vast wel meegespeeld bij het nemen van dit besluit, zegt minister Ramadan. We hebben een situatie gehad waar we hebben gezegd dat we luchtruim openstellen, zij het partieel. Maar waarom we het hebben gedaan is omdat wij van mening waren dat Indië goede protocollen hebt en de mensen zich gewoon houden aan de protocollen, dat de kans op het importeren van COVID tot het minimale beperkt gaat worden. En dat hebben we ook gezien. Sinds oktober zijn we bezig. Er zijn slechts 2 of 3 gevallen geweest waar er een importgeval is geweest van COVID. Maar het is mogelijk ook wel een besmetting hier in Suriname geweest, waardoor de mensen daarna positief zijn geweest. Wat we eisen is heel simpel. We vragen een negatieve PCR-test van 24, niet ouder dan 72 uur. Wat we nog erbij vragen is hotelquarantaine. En de quarantaine is bedoeld omdat je rekening moet houden met de periode tussen testen en reizen, dat iemand daarin in die periode ook besmet kan raken. En dan waren de inzichten nog een paar weken terug, want kijk, dit is een nieuw virus. Dus er zijn steeds weer nieuwe ontwikkelingen, nieuwe inzichten. En wat we hadden is dat de quarantaineperiode feitelijk 14 dagen is. En steeds weer gaat men onderzoeken, men analyseert data. En men heeft recentelijk nog vorige week, met name de CDC, dat is de Center for Disease Prevention and Control in Amerika. Dat is de waakhond van Amerika met betrekking tot de openbare gezondheidszorg. Die heeft studies gemaakt, geanalyseerd, data en heeft gezien dat de mensen het meest besmettelijk zijn in de eerste week nadat ze besmet zijn. Het is niet zo dat de mensen niet meer besmettelijk zijn na die eerste week, maar het is veel minder, de kans is heel klein. En vandaar dat nu de inzichten aantonen naar de quarantaineperiode, dat je als je 7 dagen hanteert, dat je veilig zit. Dus wat we hebben gedaan, nu hebben we de quarantaineperiode van 10 dagen, waartegen eigenlijk er ook heel veel commentaar was, et cetera. Maar niet omdat wij dat willen, omdat die wetenschappelijke inzichten dat zeggen. En ik ben blij dat die data, nieuwe data uitwees, dat we nu naar 7 dagen kunnen gaan. Dus de 7 dagen quarantaine, dat gaan we nu vasthouden. En dat is ingaande heden. De bewindsman heeft zondag de maatregelen voor de komende 2 weken gepresenteerd. De lockdown van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens blijft van kracht. Aan het begin van zijn toespraak heeft minister Ramadan zijn bezorgdheid uitgesproken over de grote samenkomsten bij uitgaansgelegenheden. En om te voorkomen dat besmettingen weer toenemen, deed de minister een ernstige waarschuwing dat dergelijk gedrag uiteindelijk tot meer problemen zal leiden. Verscherping van sancties en de nu toch al versoepelde maatregelen is precies wat geen van ons wil hebben. Maar om niet te spreken over nog meer COVID-19 slachtoffers. Het is met het oog op de spoedige komst van een vaccin nog even doorbijten, zegt minister Ramadan aan het COVID-19-journaal. Ik heb mijn toespraak gisteren gestart met de zin dat ik met gemengde gevoelens de samenleving toespreek. Dit omdat ik aan de ene kant zie dat het heel goed gaat met betrekking tot COVID. En daar ben ik eigenlijk het overgrote deel van de gemeenschap zeer dankbaar voor. Niet ik alleen, maar de hele regering. En eigenlijk elke Surinamer. We moeten elkaar complimenteren als het goed gaat. En aan de andere kant merk ik ook, ik ben ook deel van die gemeenschap. En we zijn ook regeringsmensen, we zijn allemaal deel van die gemeenschap. We worden overspoeld. We worden overspoeld met informatie vanuit de gemeenschap. En er wordt ons gewezen wat er gebeurt in Suriname. Op dit moment, we hebben gezegd vanaf het begin, we hadden hele strakke maatregelen. Het werd steeds beter. We hebben toen ook gezegd, als het beter gaat, gaan we ook die samenleving direct geven. We gaan ook die samenleving weer laten deelnemen aan een stukje normalisatie. Met dien verstande dat indien het
naar onze mening weer de spuigaten uitloopt, dat we altijd de gezondheid van de Surinamer op de eerste plaats zetten. En indien nodig, dat we de maatregelen weer strakker maken. Op dit moment, de cijfers geven me nog geen houvast. De cijfers geven me geen reden om de maatregelen strakker te trekken. Maar het gedrag van ons zal, indien niet gewijzigd wordt, wel ervoor zorgen dat ik verwacht dat als dit zo doorgaat met al die filmpjes en al die foto's die ik zie langskomen, dat en de rekening houden dat we in de december feestmaand zijn, waar heel veel bedrijfsfeestjes zullen zijn, heel veel etentjes, heel veel get-togethers, heel veel parties, lockdown parties en alles soort andere parties. En in aanloop naar die 31 december, waar eigenlijk dat niet te stoppen zal zijn, dat wij wel verwachten, en dan moeten wij niet vreemd opkijken als Suriname, dat we wel weer een stijging gaan krijgen. En ik ben daarop voorbereid. Maar aan de andere kant is het weer mijn taak om die samenleving op de juiste tijd, op het juiste tijdstip te melden van let erop. Ik zie, en ik heb in mijn toespraak ook gezegd, het zijn niet alleen de feestorganisatoren die het probleem zijn. Ook de feestbezoekers. Want als ik u uitnodig, betekent dat u weet dat er een presidentieel besluit is dat er geen feesten mogen zijn. En u bent een bezoeker, u gaat bewust naar het feestje. Dus u bent ook schuldig, medeschuldig daaraan. En ik heb het gezegd, ook feestbezoekers zullen verantwoordelijk gesteld worden. Er is een wet met een boetelijst. En ook feestbezoekers zullen worden opgenomen in de boetelijst. Tweede is, voor een feest, om een feest succesvol te maken, zijn niet alleen de organisator en de bezoeker belangrijk. Ook de toeleveringsmensen. Denk maar aan de cateraar, of de persoon die het decoreert, of de muzikant, DJ's. Dat zijn allemaal mensen die ervoor zorgen dat opdrachten aan te nemen, uit te voeren, de sfeer te creëren. En u weet wat dat betekent als er muziek is, mensen gaan dansen, de intimiteit wordt groter. Iemand met COVID moet er zijn en je hebt een superspreading event. Wij wijzen daar keer op keer op. We mogen nog van geluk spreken, mede vanwege de lage positiviteitscijfer, het lage positiviteitscijfer, dat we nog geen escapades hebben gehad. Maar het neemt niet weg dat we keer op keer moeten wijzen aan de samenleving dat dit onverantwoord gedrag is. En het geniet echt niet de ondersteuning van de regering. Integendeel, zal ik me inzetten om dit gedrag van de Surinamer op een positieve manier te doen veranderen. En mensen mogen natuurlijk hun mening hebben, en ik snap het ook, de sector, de verschillende sectoren in de entertainment business zijn achteruit gegaan, maar niet alleen die sector. Denk maar aan alle sectoren in Suriname. Landbouwsector, maar ook andere sectoren die ook verliezen hebben geleden. Zelfs de regering heeft grote verliezen geleden, omdat de productiesector ook de effecten heeft ervaren, het bedrijfsleven en alle andere sectoren. We snappen het, maar de positieve vooruitzichten zijn dat er een vaccin binnenkort is. Laten we nog even geduld hebben. Laten we hopen en laten we de mensen oproepen om zich niet schuldig te maken hieraan. En het lijkt alsof inderdaad de situatie is genormaliseerd, maar de president en de minister van Volksgezondheid hebben keer op keer gezegd, indien de aanwijzingen daartoe bestaan, zullen wij met het oog op de bescherming van de gezondheid van de Surinamer de maatregelen weer strak moeten trekken. En dat zal een consequentie zijn als het gedrag niet gewijzigd wordt. In de praktijk blijven diverse veiligheids- en gezondheidsdiensten de vinger aan de pols houden op het stuk van de quarantaineplicht voor reizigers die via de luchthaven Suriname binnenkomen. Sharon Babel is milieuinspecteur eerste klas bij het BOG. Zij weet als geen ander wat passagiers bij aankomst op de luchthaven te wachten staat. De procedures die hier gehanteerd worden op IAPI zijn dus dat als het toestel geland is, er een milieuinspecteur dus zich begeeft naar het toestel om de disinfection te doen.
Dat zijn de ongewenste gasten die meevliegen. Daar worden disinfection gedaan, de stukken worden gecontroleerd. En is alles in orde, dan mogen de passagiers dus eruit. Komen ze in de hal aan, ze komen in fases, want de COVID-protocollen moeten in acht gehouden worden. Dus ze komen in fases eruit. En staan ze dus in de rijen en dan moeten ze dus voor de screening zijn bij het BOG. Het handigste wat we hebben is dat de mensen de formulieren onboard invullen. Het gaat dus om het COVID-assessment. En het COVID-assessment, ze moeten hun stukken zoals hun COVID-test hebben, de PCR-test of ELISA-test, moeten ze bij zich hebben. En ze moeten hebben, of ze hebben toestemming voor thuisquarantaine. En met een betaalde securitybedrijf, een erkend natuurlijk securitybedrijf, moeten ze hebben. En, of ze gaan in een van de hotels, de Shatas Hotels. Als ze dus de screening van het BOG zijn gepasseerd, de screening van het BOG, gaan ze dus naar het NCCR, waar ze ook de registratie, eerst naar de MP, de militaire politie, want we moeten ze ook, ze zijn het land binnengekomen en daarna gaan ze naar het NCCR. En daarna mogen ze zich dus naar buiten begeven. Als het zijn dat ze via een Shatas hotel, die hotellen die bij Shatas zijn ingeschreven, worden ze opgehaald door de bedrijven. Is het thuis aan quarantaine, geloof ik dat het maar één persoon is die mag ophalen. Houd me dat in goede hoor. Ik weet niet of er nu al een verandering daaraan toe is. Sowieso, vandaar dat de protocollen in acht gehouden moeten worden, toch? Mond, neusbedekking op hebben, zoveel mogelijk desinfecteren. Het achterwege laten van brasa's en bossies geven op dat moment, omdat de persoon ook in quarantaine zit. Want voor het laatst was het dat ze dus een bedrijf moesten aannemen die ze zou brengen naar de locaties. En dat zijn bedrijven die getraind zijn om de protocollen in acht te nemen. Major Roy Samuels, het hoofd Nationale Coördinatie Immigratie en Grensbewaking bij het DNV, zegt dat na registratie en screening door het BOG 17 bedrijven goed bevonden zijn om erop toe te zien dat reizigers zich aan de quarantaineplicht houden. De securitybedrijven worden door ons, wij coördineren alles. En op een gegeven moment moeten ze zich bij ons registreren. En na de registratie wordt er onderzoek gedaan of men voldoet aan de eisen die wij stellen. En daarna komen ze op een lijst voor. Die lijst wordt opgestuurd naar BOG. En het wordt gepubliceerd op hun website. En dan mogen de mensen een van de bedrijven uitkiezen. De mensen moeten een kwitantie hebben dat ze een securitybedrijf in de arm hebben genomen. En dat moeten ze ook kunnen tonen bij het afreizen en dat ze betaald hebben. Oké, we hebben mensen op het veld die dat doen, maar we nemen aan dat de securitybedrijven precies weten wat thuisquarantaine inhoudt. En je mag weten, we hebben gisteren een vergadering hier met ze gehad, met alle securitybedrijven die geregistreerd zijn. Dat zijn er namelijk 17. En ze zijn allemaal eens dat de thuisquarantaine anders moet geschieden dan hoe het nu geschiet. Nu rijdt men een patrouille naar die mensen hun woning en daarna zijn ze weg. Wij hebben gezegd, men moet lijfelijk aanwezig zijn. Tot het uur van lockdown moet men lijfelijk aanwezig zijn. Want we horen ook de geruchten dat mensen na controle gewoon weggaan en op straat zijn. En dat willen we niet. De securitybedrijven, hun personeel moet lijfelijk aanwezig zijn op de plaats. En voor securitybedrijven die steken laten vallen bij de controle van personen in quarantaine, zwaait de ultieme sanctie. Dan gaan ze van de lijst afgevoerd worden. En dat heb ik ze gisteren ook voorgehouden. Dat indien u zich niet houdt aan de regels, dat men van de lijst wordt afgevoerd. En ze waren allemaal eens dat dat eens een keer moet geschieden. Want je hebt altijd een paar rotte appels in die mand die hun eigen regels willen toepassen. En dat willen we niet. We willen orde en alles moet richtig verlopen. Ten overvloede zet majoor Roy Samuels voor ons nog even de vereisten waaraan de binnenkomende passagiers zich moeten houden op een rij. Die persoon moet een test hebben waarbij de uitslag negatief is, negatieve COVID-test. Die persoon moet toestemming hebben van BOG als ze in thuisquarantaine willen gaan. En moet 10 dagen voor vertrek moet men een verzoek indienen bij BOG. En die persoon moet een machtiging hebben. Er moet een gemachtigde in Suriname zijn
die garant staat voor de persoon. En dat is het. En tot slot van deze aflevering van het COVID-19-journaal rest mij om u op het hart te drukken zich te houden aan de COVID-19-regels, maar ook om uw vrienden of familieleden te informeren over de vereisten willen die afreizen naar Suriname. En als de totale samenleving de COVID-19-regels blijft naleven, hebben de ordediensten het een stuk makkelijker. Bijna overal in de wereld wordt het aanstaande kerstfeest en de jaarafsluiting aangepast gevierd. Ook in Suriname. Al enige tijd geleden is bekend geworden dat de jaarlijkse feesten in de binnenstad, zoals de Pacara-estafette, niet doorgaan. Het is dan aan ons allen gelegen om gehoorzaam te zijn en ervoor te zorgen dat COVID-19 beheersbaar blijft. Bedankt voor uw aandacht en tot een volgende keer.